We gaan verstoppertje spelen in deze vier kamers. Ik geef jullie 1 minuut om te gaan verstoppen en dan ga ik. 59, 58, 1, 0. We gaan beginnen. Als iemand slim is, dan zijn ze daarin gaan zitten. Nee, daaronder kan je denk ik niet. Kerel, of wie hier ligt is zo dom. Het is waarschijnlijk Enzo. Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Wij staan in de lift en wij gaan vandaag Lille in. Lille. We zijn in een heel groot shoppingcenter de hele dag een beetje rondjes aan het lopen. Ik heb al een nieuwe broek gekocht, omdat ik graag een lange broek aan wilde. En een paar nieuwe shirts en truien, dus die ga ik zo meteen even omwisselen. Ik wil nieuwe dingen, zeg maar. Ik wil niet meer die standaard. Net als deze broek is net een beetje gekkie. Deze ding is net een beetje gekkie. Ik vind een beetje gekkie zijn, vind ik een beetje leuk, weet je wel. Ik ben ook zelf een beetje gekkie. Ja, ik praat wel. Ook nu een beetje gekje, want ik ben helemaal gewoon echt een kaaskop van hier tot Tokio met normaal ABN. En we zijn even lekker aan het shoppen. Ik heb een nieuwe trui gekocht en dat is eigenlijk wat ik hier heb gekocht. Maar ik wil ook heel graag een lekkere luxe wafel. We zijn in Brussel, we zijn in Luxemburg. What the fuck, ik wil een woordgrap maken. Een Brusselse wafel. We zitten lekker te eten en het is geen wafel geworden, maar wel een hele vage cappuccino zoals we in Frankrijk hebben. Nu is het zo dat Enzo mij net heeft overgehaald, of eigenlijk een soort van in heeft geluisterd om mij dat te laten nemen. Yeah. Nu heb ik nog leuk nieuws voor je. Als je wilt, neemt Anna hem ook. Ja. Heb je beeld. Maar wat we gaan doen, we gaan een hele kleine smiley zetten. Ik zet hem op mijn voet waar ik ook al het vliegtuigje heb staan die ik een jaar of 3 geleden heb gezet. En Anna die neemt hem dus op de beeld. Heeft u ook waffels? Heeft u ook waffels? Wafels. Wafels. Ja, tuurlijk. Je wilt toch een wafel? Doe ook nog maar een wafel. Ik heb er trouwens over nagedacht dat wij zometeen wel een soort van vriendschapstattoo hebben, omdat we dezelfde tattoo hebben. Ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nou, oké, dan doe jij hem dan zo zet. Ja, dan doe ik hem achter. Ik doe gewoon aan allebei de kanten puntjes. Dan kan je hem blij of boos bekijken. Nee, doe je er niet mee? Nee, ik doe daar zeker niet aan mee. Nee. Maar ik betaal heel graag 4 euro. En dan gaan we dan naar binnen. Ik moet in mijn eentje. Groetjes thuis. Oké, en we gaan naar achter. Door corona mag ik nog mee. Daar gaan we. We gaan beginnen met de tattoo. Oh jongens, daar ben ik aan begonnen. You ready? I guess so. Ah, dit gevoel is zo raar. Heel netjes stuk voor stuk. Ze doet echt klein stukje bij klein stukje, zodat ze het zo recht mogelijk kan zetten. Want ze zegt, omdat het zo klein is, zie je elk mini detail. Dus dat doet ze heel netjes. Oeh, voel ik opeens wel. Je hebt denk ik een soort van zenuw of zo die je soms raakt. Maar goed, ze doet het slow and steady. Win the race. Nou, zo ziet hij er nu uit. Thank you so much. Thank you. Dan gaan we dan op 1 voet. Wil je mijn tattoo zien? Ja. Wow, nice. Hij is cool. Hij is heel vet, hè? Ja, best wel vet geworden, hè? Wow. Ik zag Anna net ook al naar binnen gaan. Ja, ze heeft dus die hoe heet dat? Die dragers. Oh, ze heeft die piercing, maar niet de tattoo. Nee, nog niet. Dat nog niet. Vraag bij haar. Is it the smallest tattoo you've ever done? I think yes. Maybe. Great. Do you want to do another one? Exactly the same one on my girlfriend. Oh yeah, why not? Or maybe with my colleague, so you have one of each of us. Yeah, sure. Die laat dus nu serieus een tattoo zetten op haar bil, hè? Besef dat even. Ja. Op haar bil. Maar kijk, weet je wat het ding is? Niet heel veel mensen zien dat. Ik weet eigenlijk niet waar. Of zijn heel veel mensen. Heb je een paar mensen opgenoemd of zo? Maar het ligt ik wil hem straks ook wel zien. Dus ik ook. Maar ik weet niet waar ze hem op de beeld kijken. Zeg maar, of ze hem in de bikini kan. Bijna 1 miljoen mensen gaan haar beeld zien. Zo. Ik weet niet of ze hem onder de bikini doet. Of ze hem gewoon echt op de beeld waar iedereen hem ziet. We hebben niks met haar afgesproken. Ze heeft ook zelf er niet heel erg over nagedacht, denk ik. Dus zij moet zo meteen die keuze maken van waar zit hij. En dan zit er. Wacht, een beeld is groter dan gewoon 1 klein plekje. Hoe ga ik dit doen? Kom hier met die billen van je. Hij houdt haar broek ook zo vast. En dit is die van Anna. Hij is echt, echt klein. Wel mooi zo op je bil. Sexy zo ook met je string hoe je zo staat. Nu stop met je billen aan iedereen laten zien. Ja, thanks gast. Nice, alsjeblieft. Misschien lijkt die klein omdat jouw billen groter zijn. Jullie zetten dan misschien dezelfde tat om, maar dan ga ik toch liever rondlopen met dezelfde schoenen of zo. Dankjewel Enzo. Ja, alsjeblieft. Mijn voet is nu super blij. Nou, ik ben zelf ook blij. De billen van Anna lachen naar mij. De voeten van jou lachen naar mij.
En Myron die lacht altijd naar jou. Lacht altijd naar mij, dus ik ben helemaal blij. Over ja, maar ik ben vooral blij dat ik gewoon niks heb. Oh, daarvoor betaal je gewoon dat je zelf niks hoeft te doen. Ja, en ik ben blij dat jullie me geen druk opleggen van doen dan eens zo. Nee, dus dat vind ik ook chill. Je weet dat ik deze tattoo niet per se zelf wilde, maar dat het jouw idee was. Ja, ik drong haar aardig aan. Hey, maar ik ben blij dat jij het nooit aandringt. Dan moet je gewoon maar rusten. Daar zijn we vrienden. Nee, ik vind het oprecht leuk. Ik ben blij met mijn tattoo. En het is ook gewoon eigenlijk voor de thumbnail. Daar was het eigenlijk voor. Wij hebben goed geshopt. Holy crap, het past niet eens meer in de auto. En we zijn in onze laatste slaapplek van deze trip. En zoals je ziet, er zitten hier balken. En het is hier knijter mooi. Moet je naar onze kamer kijken. Kijk, die is 10. Zo mooi. Het bed. En daarboven nog twee bed. En een badkamer. Ik hou van mooie badkamers. Said, als ik een badkamer wil, dan moet je zo'n badkamer voor me maken. Begrepen. Als je het niet doet, word ik heel boos op jou. Want kijk, dit dingetje, hoe mooi. Nu is het zo dat wij hier 4 van deze kamers hebben. En ze zijn allemaal niet in gebruik. En we hebben van allemaal een sleutel. Dus wat wij gaan doen, is een verstoppertje in al deze kamers. Maar ik weet zij dat nog niet. Ah! Ik dacht al zoiets. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Wij gaan verstoppertje spelen in deze 4 kamers. Ik geef jullie 1 minuut om te gaan verstoppen en dan ga ik. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. 3, 2, 1, 0. We gaan beginnen. Oké, en ik ga natuurlijk gelijk deze kamer even checken. Hier achter het bad zit niemand. Is iemand zo dom is geweest om hier te gaan liggen? Nee, eronder kan je denk ik niet. We hebben ook boven dus nog bij elk ding. Kerel, wie hier ligt is zo dom. En dit is waarschijnlijk Enzo. Gast, dit was niet eens geprobeerd. Ik dacht ik heb de beste, want je gaat... Welke debiel gaat hier nou liggen? Ja, nee, ja, jij. Ja, nou, ik dacht, welke debiel gaat hier nou kijken? Want niemand gaat hier liggen. Ik dacht echt, jij gaat meteen uit deze kamer weg naar andere kamers. Want wie gaat nou in de kamer verstoppen waar de zoeker is? Jij. Ja, je checkt toch alles? Ja, weet je hoe moeilijk het was om zachtjes die trap op te gaan? Oh, dat heb ik helemaal niet gehoord inderdaad. Dat bedoel ik. Dus dat was nog best wat moeite. Nou, ga jij maar lekker liggen, jongen. Ja. Als iemand slim is, dan zijn ze daarin gaan zitten. In deze. Nou, daar zat de vriezer. Nu is dat even snelle scan. Weet je, we scannen voor die teammate. Die hebben het ook alvast aan het kijken. Nee. Kastje. Nee. Kastje. Nee. Doem. 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 Wow, jong. Gast, heb je dit gezien? Oh, als iemand daar is ingezitten. Wel, een Myron zit daar. Ja! Jammer, ik wist het! Ik wist het, ik wist het! Oh, wow, yo! Die was goed, hè? Wat een rare kamer! Ja, er zitten gewoon dekens en zo'n kussen. Maar zit Anna daar niet ook achter? Oh, nee. Het laatste is toen wij die andere kamer waren. Ja. Ah! Oh, 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 oh. Ik schrok zo erg. Ik deed de deur hier zo open. Ik zag zo. Ik zag dat niet. Oh, was... oh yo. Hey, maar nu mag jij nog 1 keer gaan zoeken. Want ja, ik... zal ik ze gaan maar zoeken? Maar nu zijn alle plekken al geweest. Nee, ja. Nee. Nee, dat denk ik ook niet hoor. Nee. Ik denk dat wel eens wel een gekke plekken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan met z'n drieën Boas zoeken en dan moet jij proberen het verstoppen. Ja, is goed. Moet maar jullie... wat nou? 30! Wanneer moet je even beneden naar de gang? Want anders dan wordt het te makkelijk. Maar je had eigenlijk... tussen die lakens gemoeten. Ja, ja, of je had dat deurtje had je tegen moeten houden. Dat deed ik. Oh, echt? Ja, dat deed ik met mijn voet, maar ik kon ook de andere kant op. Ik zit weer hier. 4, 3, 2, 1! We komen! Ik weet serieus waar ik heen ga. Al vanaf het begin dacht ik ga de kamer in... waar Boas begon. Oké, we gaan eerst even de kasten doen. Deze kast. Oké, dan gaan we de wc. Of hier, oh nee, dit is de koelkast. Ja, dat kan niet. Oké, de wc. Nigon heeft me ongeveer gelijk gevonden. Wij zitten nu allemaal.
Ik denk dat hij hierboven ligt op dezelfde plek als waar ik lag. Weet je wat ik denk? Dat hij op de kat is gegaan. Hé, maar ik zie Myron niet meer. Nee, ik ook niet. Ik denk dat zij er niet gewonnen. Die start aan die kant. Ja, Myron die ging de trap op naar rechts. Dus ik denk dat Myron bij Boaz is gaan zitten. Ga jij daar zoeken? Dan ga ik hier zoeken. Oh, dit vind ik zo eng. Oké, dit is weer de koelkast. Dit is de kast. Daar zat Anna. Wat is dit dan? De wc. Oké, daar is niks. Oké, ik denk dat ik het weet. Nee, niet achter de bank. Boaz is volgens mij niet uit het raam gegaan. Nee, want het raam kan niet open. Yo, ik vind dit echt een beetje eng. Ik ben ook echt zo'n sukkel die als laatste overblijft. Nou, dit betekent eigenlijk dat er nog maar één kamer overblijft. En dit is serieus de kamer waar Anna inging. Oh my god, ik vind het zo spannend. Ze zullen toch niet met z'n allen hierin zitten? Oh mijn god, gelukkig, want ik zou me echt doodschrikken. Oké, dan moeten ze wel in hetzelfde plekje zitten. Daar. Zitten ze hierin? Zitten ze hierin? In de waskamer. Hallo? Volgens mij zitten ze hierin. Oh, ik zit op de wc. Oh, komt ie. Ja, ze zitten hierin. Ik zie jullie lachen. Oh my god. Wat hè? Jullie zitten hier met z'n drieën. Wauw. Ja. Ze zitten hier dus op de wc zitten en scheet laten. Ik dacht, als ik dan gegiegel hoor, dan weet ik dat ze hier zitten. Ik ging hier als eerste heen, hè. En ik was zo in die kussen dekens aan het graven. En ineens zie ik Boaz zijn hoofd zo. Ik super snel bij hem erin liggen. Het is een beetje warm hier. Zo, het is heel warm daar. Goed, ik heb het knijterwarm van in dat hok zitten. Maar wij gaan lekker slapen. We hebben een heel mooi laatste verblijfsplekje. Met heel veel lekkere chocolaatjes. Dus wij gaan even genieten. In ieder geval, vond je deze video leuk? Doe een duim omhoog. Vond je het kaks leuk? Zet hem even. Dan zie je morgen weer om 2 uur bij de volgende video. Papa! Hey, ken je dat leuke spelletje What Are The Odds? Het is wel heel dik als dit op je piano staat. 1 op 7. 3, 2, 1, 4. Oh. Wow! Hey, staan 380.